Yo kijkers van Noem Maar Gamen! Super awesome dat jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe video. De houding, of eigenlijk de setup van deze video, is een beetje raar. Ik zit hier namelijk op een heel klein gedeelte van mijn bed. En de rest van mijn kamer is echt één grote puinzooi. Ik heb de afgelopen weken echt totaal niet opgeruimd. Ik heb hier allemaal schoolboeken liggen. Hier achter mij ligt gewoon letterlijk mijn dekbed. En op mijn bureau wil je al helemaal niet komen. Dus dit was voor mij de meest gepaste plek om deze video te beginnen. Laat even een blauw duimpje omhoog achter als het voor jullie ook zo herkenbaar is. Dat je het opruimen van je kamer echt alsmaar blijft uitstellen. Totdat je op een gegeven moment zo zit van, hier zouden best wel varkens in kunnen leven. Het is letterlijk gewoon een varkensstal. In ieder geval, na deze opname jongens en meisjes, ga ik dan toch echt mijn best doen om mijn kamer op te ruimen. Maar eerst wou ik super graag deze video voor jullie maken. Want jongens en meisjes, het is alweer een hele lange tijd geleden dat ik voor de allerlaatste keer fanmail heb opengemaakt. Voor de mensen die het niet weten, ik heb een eigen postbus. En naar dat adres kan jij eigenlijk van alles sturen wat gerelateerd is aan fanmail. Je kunt cadeautjes sturen, tekeningen, brieven, pakketjes, het kan allemaal. Ik zal nu even het adres in beeld laten komen. Dus stel je nou eens voor dat jij fanmail voor mij wilt maken en je wilt dat naar mij toesturen en je wilt dat graag terugzien in een video, dan kun je dat opsturen naar het adres wat nu in beeld staat. En superleuk. In ieder geval, ik heb hier dus nog wat fanmail. Ik heb toevallig vorige week nog even gekeken in mijn postbus en toen vond ik dit. Ik heb het behind the scenes al opengemaakt. Sorry daarvoor, ik kon het niet laten. Maar toen ik zag wat hierin zat, moest ik echt super hard lachen. Er is namelijk een awesome kijker geweest die mij dit heeft gestuurd. Hoe episch is dit? Ik heb gewoon Kermit de Kikker, of hoe je ze namelijk uitspreekt, ik weet het niet eens, heb ik gewoon gekregen in een soort van handpopvorm. En daarnaast heb ik ook nog eens deze knuffel gekregen. Een heel lief schaapje. En nou, Kermit de Kikker die eet het schaap op. Dat is denk ik een beetje het moraal van het verhaal. Super tof in ieder geval. Dit soort dingen vind ik super tof om te krijgen. En ik vind het ook heel leuk om het in een video open te kunnen maken. Maar ja, in dit geval laat ik het gewoon even zien. Want ik had het dus al open gemaakt. Ik heb hier nog wat envelopjes liggen. En ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Of er leuke tekeningen en brieven in zitten. Dus without further ado, laten wij eens even gaan kijken wat er in deze envelop zit. Ik ben altijd zo slecht in het openmaken van die dingen. Dat is echt belachelijk. Ja, hij is nog heel rustig. Laten we eens even kijken wat hierin zit. Het is een briefje. Hallo Job, ik ben fan van je. Ik en vrienden hebben ook een kanaal die heet InGamesNL. Wil je een keer opnemen met ons en wil je ons abonneren? Alvast bedankt. De leukste video's zijn Skywars en de Hunger Games. Nou, speciaal voor jou ga ik nu even achter de computer en ga ik nu even op jouw kanaal abonneren. Ik hoop dat ik het goede kanaal heb gevonden, jongens en meisjes. In ieder geval, bij deze. Ratatatata. Boom. Awesome. Vervolgens hebben wij hier een nieuwe envelop en ik ben ongelooflijk benieuwd wat hierin zit. Ook heel belangrijk, jongens en meisjes. Dat wil ik jullie bij deze even zeggen. Als jullie mij fanmail sturen, zorg er dan echt voor dat je genoeg postzegels op de fanmail doet. Als je namelijk te weinig postzegels op de fanmail doet, krijg ik het niet binnen en dan stuur je het eigenlijk voor niks. Dus heel belangrijk, stuur je mijn fanmail, doe er genoeg postzegels op en dan krijg ik het binnen. Oké, okay, let's go. We gaan door naar het volgende envelopje. Weer met mij, ninja aanval. Ik ben ongelooflijk benieuwd wat erin zit. Daar gaan we. Het is weer een brief. Ik denk dat deze getypt is met de computer. Dat is op zich wel fijn, want ik ben niet de beste in het lezen van handschriften als het ware. Hallo Job, ik ben Marijn van Dorsten. Ik hoor natuurlijk bij de gekke squad. Super tof om te horen. Maar altijd als ik jouw video zie, denk ik echt van, wat is hij een baas? Ik denk dan, ik wil net zo zijn als jij. Nou, super tof om te horen. Dan was mijn vraag, mag ik één keer met jou een video opnemen? Ik heb zelf ook een YouTube kanaal met 500 abonnees. Super tof. Als je het wilt, stuur dan een e-mailtje met je Skype naam. Ik zou het heel erg waarderen, want je bent echt mijn held. In ieder geval, jongens en meisjes, ik vind het heel tof om te zien dat mensen met mij willen opnemen. Ik heb het daarentegen best wel heel erg druk met alle series die ik momenteel heb lopen en alle video's die ik maak. Maar als ik eens een keertje samen met een van jullie kijkers ga opnemen, zorg er dan voor dat je mijn Twitter in de gaten houdt. Want daar zal ik dan waarschijnlijk iets tweeten van, ik ga een opname doen met een kijker. Wil je meedoen? Geef je Skype. Super tof. In ieder geval, Marijn, heel erg bedankt voor jouw brief. Ik vind het super awesome. Vervolgens hebben wij hier een iets grotere envelop. Zoals jullie kunnen zien, mijn postbusadres staat er ook op. Hij heeft het heel episch gedaan. Hij heeft het namelijk helemaal zelf geschreven. Super awesome. Laten we eens even kijken wat hierin zit. Ik ga weer proberen mijn ninja aanval te doen. Dat was echt de meest anticlimax ninja aanval ooit. Oké, okay, let's go. We gaan het anders doen. Hoi. Oh, ik heb een papiersnee. Ik ben heel benieuwd. Oh, dit ziet er tof uit. Dit vind ik echt heel tof. Hier heeft iemand op mijn favoriete kleur papier, oftewel geel, heeft hij geschreven yo-yo. En vervolgens heeft hij er een verhaaltje bij gemaakt. En jawel, dit is fanmail. Yes, super dope. Jij bent de favoriete YouTuber die ik ken. Ik heb heel veel fun als ik naar je video's kijk. Je bent altijd grappig, maar dan ook super grappig. Moet op de achterkant van de lezen, denk ik. Ik moet altijd lachen om jouw video's. Als ik een stomme dag
dag heb gehad en ik kijk jouw video's, dan word ik weer helemaal vrolijk. Nou, dat vind ik echt super tof. Ze heeft het ook heel leuk, als het ware, in een soort van stripvorm laten weten. Met allemaal leuke tekeningen erbij. Heel awesome. Ik wil jou heel erg bedanken voor jouw brief. Of tekening, of hoe je het ook wilt noemen. Een samenstelling van. Ik vind het heel erg tof. Maar er is meer, want... Wow! Dit is zo episch! Dit is zo gruwelijk! Holy damn! Deze vind ik echt heel tof uitzien. Zoals jullie kunnen zien, ik had hier zelfs nog bruin haar. Dus deze fanmail is waarschijnlijk ongelooflijk oud. Maar alsnog echt een dikke shout-out naar de kijker die dit gemaakt heeft. Ik vind het er ongelooflijk gruwelijk uitzien. En ik ga deze sowieso een heel erg mooi plekje in mijn kamer geven. Ik moet het echt op een hele rare manier openmaken. En ik ben dus eigenlijk ook super bang dat ik iets scheur. Ja, nou ja, naast de envelop dan. Want de envelop die is al een beetje gescheurd. Oké, jongens en meisjes, let's do this. Wow, dit is vet. Holy damn. Maar het ziet er in ieder geval heel tof uit. Het zijn allemaal verschillende soorten figuurtjes. Die één groot patroon vormen als het ware. Mijn naam staat er hier ook in. Ik weet niet of jullie dat heel goed kunnen zien. Heel awesome in ieder geval. Ik ga eens even lezen wat er staat. Hoi op, ik kijk al heel lang naar je filmpjes. Altijd als ik kijk, al ben ik soms boos, verdrietig of chagrijnig. Ik moet altijd wel lachen om je filmpjes. Dat vind ik heel tof om te horen. Sowieso is het voor mij een ongelooflijk groot compliment om te horen dat jullie mijn video's tof vinden. Maar om dan ook nog eens te horen dat ik sommige mensen van een iets minder goede bui naar een goede bui kan helpen met mijn filmpjes. Dat vind ik echt super awesome. Dus zoals ik altijd zeg, stay positive. Probeer altijd gewoon positief te blijven in welk scenario dan ook. Soms denk je van alles is gewoon fucked up. Het gaat gewoon niet meer goed komen. Maar onthoud, aan het einde van de tunnel is er wel weer licht. Dus probeer dat altijd in je achterhoofd te houden. Al weet ik dat er soms echt scenario's zijn waarbij alles gewoon kut lijkt. Ik heb dat natuurlijk soms ook wel. Maar zelfs in die scenario's probeer altijd nog een beetje de positieve dingen erin te zien. Want meestal komt het gewoon goed. In ieder geval, dat wou ik nog even zeggen. Bedankt daarvoor. We gaan gewoon lekker verder lezen. En hier staat, doe maar gamen. Ik heb een shirt met je handtekeningen op. Die hangt aan mijn muur. Super awesome. Waarschijnlijk ben ik jou een keer tegengekomen op de Dutch YouTube Gathering. En nou, dat is heel leuk. In ieder geval, ze zegt erbij dat dat onbelangrijke info is. Ik zal het jullie even een beetje op deze manier laten zien. Ik vind het sowieso heel awesome om te zien hoeveel creativiteit en werk zij in deze tekening slash brief heeft gestopt. Dus Roos, bedankt daarvoor. Wow, ik laat bijna alles vallen. Ik ben echt een debiel. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken van deze fanmail video. Wil jij nou ook fanmail naar mij toesturen? Dat mag een brief zijn, een tekening, een pakketje of misschien wel zo'n awesome soort van cadeautje. En ik zoek even iets wat ik kan laten zien. Of bijvoorbeeld zo'n awesome pakket met dit soort dingen erin. Ik vind het allemaal super awesome. En dan ga ik waarschijnlijk volgende week of over 2 weken ga ik mijn postbus weer legen. En hopelijk heb ik dan wat awesome fanmail ontvangen. Waarvan ik weer een leuke video kan gaan maken. Dat zou in ieder geval awesome zijn. Dus jongens en meisjes, ik ga het een beetje in stijl afsluiten. Dat lijkt mij tenminste wel een goed idee. Bedankt voor het kijken van deze gloednieuwe video. Waar kan ik zijn mond niet gewoon bewegen? Bedankt voor het kijken van deze gloednieuwe video. Vond jij dit nou een leuke video om naar te kijken? Dan kun je dan natuurlijk even een... groen duimpje omhoog geven. Of ja, blauw. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's. Doei. Heb je goed gedaan, man. High five. Kusje. Nou, wat een aardige kikker.